Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schilders en je kijkt naar SD Scooters. Huh? SD Scooters? Het was toch spraydesign? Dat klopt. Althans, dat vertel ik je allemaal na de intro. Spraydesigned, jongens. De naam die jullie normaal gezien allemaal kennen. Zo ben je op dit kanaal gekomen, zo heb je onze teamrijders ontmoet, zo ben je bij onze evenementen terechtgekomen of bij onze kampen en onze uitstap. Maar hoe is deze naam nu eigenlijk ontstaan? Deze vraag krijg ik super vaak, daarom dat ik hem nu meteen ook in deze video wil beantwoorden. Spraydesigned is ontstaan omdat ik ongeveer 2 jaar geleden was begonnen met het designen van een aantal tags. Hier heb je een paar foto's en dit was eigenlijk waar alles mee begon. Spraydesigned. Ik ging tags opkopen, tweedehands tags, en die ging volledig opnieuw designen. Met spetters, met kleuren, met speciale effecten die niemand had. En daaruit is spraydesigned eigenlijk ontstaan. Toen spraydesigned opgestart was, heb ik ook mijn eerste spraydesigned grip tape ontworpen. Die heb ik goed kunnen verkopen. En toen zei iemand tegen mij, Kevin, waarom ga je geen stuntsteps verkopen? En ik dacht bij mezelf, ja, zou dat wel iets voor mij zijn? Toen ben ik op zoek gegaan naar leveranciers. Heb ik een volledige website opgezet in 1 week tijd. Tijdens mijn schooluren. Ik heb die allemaal geskipt. Daarnaast ben ik daarna ook gestopt met school, maar dat maakt voor de rest ook helemaal niet uit. Toen is spraydesign begonnen. Super goed, super fijn, super leuk om zoveel mensen te kunnen helpen met hun nieuwe stuntstep spullen. En daarnaast hebben we ook super vette dingen kunnen doen samen met onze teamrijders, waar ik super dankbaar voor ben geweest. Maar toen kwam de SD Academy. De SD Academy, daar doen wij kampen in, uitstappen, lessen en alles omtrent het leren stuntsteppen, plus heel de scene bij elkaar brengen. Dit doen we natuurlijk ook door middel van de event samen met TSL Brand en Werkloting. En deze events, zoals jullie in de vorige YouTube video's hebben gezien, zijn echt next level. SD komt van spray design. Het enige wat nog overbleef was spraydesigned, de webshop. En waarom niet nu mooi de koppeling maken van spraydesigned naar SD Scooters? Spraydesigned Scooters. Spraydesigned Scooters is veel te lang. Ik zie al in een typbalk spraydesigned Scooters. Dat werkt niet. Pak een mooie afkorting SD Scooters. SD Academy. SD Uitstappen. SD Kampen. SD Lessen. Alles SD. Ook op onze t-shirt zie je bijna altijd SD staan. SD is gewoon een veel betere term. Stel je voor, je ziet spraydesigned. Dan denk je van, wat? Die doen toch iets sprayen of die doen verven of weet ik veel wat. We zijn steppen, we zijn alles omtrent steppen, leren stuntsteppen. Eigenlijk alles er rondom zijn wij. Daarom hebben we nu verkozen om SD Scooters als naam te nemen. En uiteindelijk, SD Scooters is nog steeds spraydesign scooters. Dus eigenlijk, er verandert superveel, maar ook eigenlijk helemaal niks. Snap je? Dus jullie gaan op de socials SD Scooters, op YouTube SD Scooters, op de website. Je gaat overal SD Scooters zien. Maar als je bijvoorbeeld www.spraydesign.be intypt, kom je nog steeds op onze website. Alleen de naam verandert en niks anders. Broertje, rustig aan de neus. En als jij bijvoorbeeld nog spraydesigned wilt zeggen, doe het lekker, maar voor de nieuwe mensen is SD ook gewoon een stuk gemakkelijker en het wordt meteen gekoppeld aan al onze andere dingen die wij doen. We willen er gewoon voor zorgen dat alles op één plek komt en dat SD het woord is en jullie bij onze familie horen. Maar een naamsverandering gaat niet zomaar gebeuren. Of ik vind, dit kan niet zomaar 1 video klikken, hup, alles veranderen, klaar. Nee, dat was heel snel. Dat gaan we niet doen. Vanaf nu maak jij bij elke video kans op een SD Scooters t-shirt. Dit is toch fucking ziek. Kijk, een rood t-shirt met ons logo op in jouw eigen maat. Hoe doe jij nu mee? Super simpel. Zorg dat je geabonneerd bent op ons kanaal en dat je het notificatiebelletje aan hebt staan. Want als wij jou bijvoorbeeld tegenkomen op het skatepark, we vragen jou om jouw telefoon even te pakken en naar ons YouTube kanaal te gaan. En ben jij dan geabonneerd? Dan krijg jij van ons dit shirt, zelfde sessie nog, in jouw maat. Dus zorg zeker weten dat je geabonneerd bent en dat je het belletje aan hebt staan. En dan maak jij dus altijd kans als wij jou tegenkomen op het skatepark. Als we bijvoorbeeld niet op het skatepark zijn, gaan wij een vraag stellen in de video. En als jij het antwoord juist kan raden in de comments of jij bent degene die het dichtst bij zit, maak jij dus ook kans op dit shirt. En sturen wij het op naar jou thuis in de juiste maat. En uiteindelijk het leukste deel van de video, dat weet ik zeker dat jullie allemaal mee willen doen, is de giveaway. Wij gaan niet zomaar gewoon 1 setje wielen of een shirtje weggeven. Jee. Dat gaan we niet doen. We gaan een fucking zieke giveaway doen. Luister goed wat je allemaal kan winnen. Er zijn 5 soorten prijzen die jij kan winnen. En ik zeg soorten omdat er meerdere stuks van zijn. Jij maakt kans op de volgende producten. Het eerste product is een fucking Leo Spencer Signature Deck. Kijk hoe nice. Ik heb deze echt
echt best wel lang gereden. Ik vond dit echt zo'n fijn dek. Ik heb hier echt gewoon heel whip finger flat mee geland. En dit is dus de eerste prijs die je kan winnen. Ik ga zo uitleggen hoe je mee kan doen. Abonneer al zeker, doe een blauw duimpje omhoog alsjeblieft. En ik hou van jullie allemaal. De tweede prijs die jullie kunnen winnen zijn de SD Signature wielen. Kijk dan, wat prachtig man. What the fuck. Ik rij ze nu nog steeds. Hè. In 3-4 maanden tijd, nul garanties. Ik zweer het, je moet het proberen. Je kan ze nu ook al nog kopen op de website. Dit zijn echt fijne wielen man. Ik zweer het, vraag aan iedereen die ze heeft. Daarnaast de derde soort prijs zijn 5 keer SD Scooters shirtjes. Hoe je kans maakt, vertel ik zo. Daarnaast een van de bekendste cryptids van België en Nederland. Daar ben ik vrij zeker over. De SD Dream Cryptid. Besef, na 2 jaar lang verkoop ik hem nog steeds. Shout-out naar Berrebrands om te helpen met dit design man. Want het is echt zo'n sick design. Ik ben er nog steeds echt fucking blij mee. Op deze cryptid maak je 2 keer kans. Want we gaan er 2 van verloten. Dan komen we aan bij de laatste giveaway prijs van vandaag. En dat zijn de 100 SD Scooters stickers. Dus dit zijn compleet nieuwe stickers. Ik weet niet of jullie ze goed kunnen zien. Dit zijn fucking zieke nieuwe stickers. Heb je die stickers nu nog niet? Vraag ze zeker weten aan de teamrijders. Die gaan jullie ongetwijfeld een aantal stuks geven die jij op je helm kan plakken. Om mee te doen met deze giveaway moet je de volgende stappen doen. Stap nummer 1. Like deze video. Stap nummer 2. Abonneer op ons kanaal en zet de notificaties aan. Stap nummer 3. Laat in de comments weten wat jij van deze giveaway wilt winnen. Want ik geef liever iemand spullen die het nodig heeft dan iemand die puur geluk heeft en die het eigenlijk gewoon verkoopt. Want daarvoor is een giveaway niet. Het is om mensen te kunnen gunnen en de mensen iets te kunnen geven wat ze misschien zelf niet kunnen betalen. Dan de bonus. Wil je nu meer kans maken op een van deze spullen? Zorg dan zeker weten dat je een story plaatst op Instagram. SD Scooters taggen. En dan maak jij veel meer kans. Omdat wij dan zien van, oh, die heeft echt moeite gedaan om deze spullen te krijgen. Als jij zo'n tekst typt, helemaal mooi verwoord, dan heb ik daar veel meer aan dan iemand zegt, ja, ik wil die winnen, want mijn dek is kapot. Daar hebben we niks aan, snap je? Ik wil iemand die ook echt fan van ons is, snap je? Ik gun liever mensen die echt met ons zijn, bij ons zijn en die echt de spullen nodig hebben. Deze spullen kunnen dus de perfecte aanvulling zijn op je step. Dus wil jij meedoen, volg dan zeker weten de stappen. Dan maak jij kans op deze geweldige spullen. Wil jij niet wachten op deze shirts of ben je bang dat je geen shirt wint? Dan kun je ze nu al halen op onze website. Ga naar www.sscooters.be of .nl of .de. Mag jij helemaal zelf kiezen. En dan haal je ze voor maar liefst 20 euro. Geen 25, geen 30. Dit shirtje blijft 20 euro en dat zal altijd zo blijven. Waarom? Omdat ik jullie wil supporten en omdat ik zoveel mogelijk mensen in het rode SD Scooter shirt wil zien. Ze zijn super fijn. De teamrijders vonden ze ook echt super zacht zitten. Haal ze nu en als ik jou zie, ik zweer het, love, ik kom even naar je toe en ik zeg dat je een mooi shirt hebt. Daarnaast bedankt voor alle steun die jullie uitvoeren naar Spray Design Scooters of SD Scooters. Ik hou van jullie allemaal. Ik vind het super leuk om te doen en ik hoop ook dat jullie mij steunen met deze naamsverandering. Ook al verandert er helemaal niks, verandert er eigenlijk toch heel veel. Maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Ik ben super trots dat je nu deze video zelfs tot het einde hebt gekeken. Dat doet echt goed. Dankjewel. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. Hier beneden, zet het belletje aan. Laat een berichtje achter, zodat je meedoet met de giveaway. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Beseft iemand dat ik hier gewoon naast de voetbal sta? Op een random veldje waar vroeger een crossbandje was. Anders. Oké, nu ga ik echt. Later!